Ken je de discipelen uit de Bijbel? Stuk voor stuk hebben ze een bijzonder verhaal over Jezus. Het waren ruwe mensen, leugenaars, dieven, oplichters, scheldkanonnen, een prostituee en een moordenaar, ongewenst en ongeliefd. En er is nog plek, voor mij en voor jou. Want Jezus zegt vandaag nog steeds, follow me. Ik heb God beter leren kennen. Ik mocht er zijn, gewoon zoals ik ben. Ik heb meer geleerd over Gods liefde. Mijn geloof is enorm gegroeid. Groei. Door familie beter te praten over mijn geloof, met mensen die zelf niet geloven. Ik heb je een klein stukje hemel op aarde. Follow me. Dat is heerlijk relaxen. Een avontuur. Das ist natürlich genial, das auf Englisch zu sagen. Ja. Follow me. Ja. Denn um das geht es. Um das geht es, dass Jesus sagt, follow me. Verdeeld over een jaar komen we 8 keer een weekend samen. Elk weekend heeft een ander onderwerp om je te helpen groeien in hoe je een leerling van Jezus kan zijn in het dagelijks leven. Je leert meer over wie God is, wie je zelf bent, welke plaats God in je leven heeft en hoe je anderen over hem kunt vertellen. Misschien ben je wel opgegroeid als gelovige en wil je als volwassene iets doen met wat je hebt meegekregen. Misschien wil je God en jezelf beter leren kennen. Misschien lijkt het je leuk nieuwe vrienden te maken die je geloof begrijpen. Of misschien wil je graag een verschil maken in de wereld. Waar je ook staat, Follow Me is een avontuur. God beter leren kennen, jezelf door zijn ogen leren zien en steeds meer ontdekken wat zijn plan voor jouw leven is. Je zult zien dat hij grootse plannen met jou heeft. Durf jij de uitdaging aan?